We zijn hier vandaag bezig met een training, duurzaam grondweg en waterbouw. En daarmee gaan we kijken hoe we het instrumentarium binnen die aanpak kunnen gaan toepassen op projecten en ook programma's binnen WZD. Ik ben blij verrast deze opkomst te zien, want we praten vanmorgen hier over een belangrijk onderwerp. En uiteindelijk dat doen we met elkaar en dat gaan we ook met elkaar beleven. We zijn hier bij waterschap Hollandse Delta om vandaag invulling te geven aan de aanpak duurzaam GWW. En de opkomst is echt geweldig goed. Dus het is mooi om te zien dat er zoveel betrokken waterschapsmedewerkers invulling willen geven aan duurzaamheid binnen hun projecten. Ze zijn nu druk aan de slag en ik hoop straks dat ze zullen ervaren dat de aanpak duurzaam GWW werkelijk leidt tot duurzaamheid en duurzame maatregelen in hun eigen projecten. Nou, er zijn veel discussies, want we hebben veel dat we denken, ja, waar staat het dan? Hebben we er iets voor? Wat ik deze ochtend vooral interessant vind, is het ambitieweb. En dat houdt in dat je alle aspecten integraal benadert. Dat we voor veel dingen hebben we wel iets, alleen staat het heel erg versnipperd. En de eye-opener is dan dat je als ontwerpteam ook weer feedback moet geven aan de afdeling beleid, om te zorgen dat jouw goede ideeën dan ook gewoon beleid worden. Ik heb zojuist de duurzaam GWW-sessie meegemaakt. De afsluiting heb ik aangegeven dat ik heel erg veel enthousiasme heb gezien bij de mensen. En ik hoop dat dat enthousiasme vastgehouden wordt in de komende periode. En ik heb daar ook wel het vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.